Kijk, tegen in wedstrijden waar het echt om gaat. En dat was vorige week zo. En vandaag of het dan ook vlot blijft lopen. Nog eens kijken naar de opstelling. Beyer laat zich te gemakkelijk ringeloren. En daar is Ooyen op de achterlijn. Walsh om de weg te versperren. Ooyen gaat toch proberen. Afgeweken. Redding van Koeken. Ook met de voet. Van Lerbergen zat er nog aan. Een half uur gespeeld. 0-0. Dankzij de twee doelmannen. Allebei met een geweldige voetredding. Die daar wegleidt. In een stevig duel met Ooyen. En dan van Lerbergen zit er. Ja, Munoz die struikelde. Maar ook Beyer liet zich te gemakkelijk doen. Heijnen. Ito kan doorsteken bij Munoz en die maakt het nu wel af. 1-0 voor Racing Genk. Eerste keer dat ze een vloeiende combinatie hebben in en rond de grote baklijn. En het is meteen prijs, 31ste minuut. 1-0 voor Racing Genk. Hier Ooyen, Heijnen, meteen kijken waar staat Ito. Die heeft al lang door dat Munoz op komst is en dan komt Storm net te laat. En werkt hij mooi overhoeks af. Daniel Munoz was zijn derde goal van het seizoen. En voor Ito is dat toch al de 16e assist. Dat zijn mooie cijfers voor de Japanner. En 1-0 voor Racing. Merabti biedt zich aan. De twee andere spitsen ook in de grote baklijn. Merabti terug tot bij Walsh. Nog een tikje. Hermans van op afstand tegen de lat. Oh, wat een aanval van KV Mechelen. Verdiende gewoon een doelpunt. Maar bovenkant lat. Geweldige combinatie. Walsh en dan uiteraard kan Hermans dit. Ik denk nog de vingertoppen van de Vogt. En dan moet je zeggen dat dit een geweldige redding is. Nou, die tweede helft. KV Mechelen toch stil aan de betere ploeg hoor. Kijk maar eens. Van Lerbergen in de grote baklijn. Op de achterlijn van Lerbergen. Tweede paal. Terugkoppen door Kuipers. En dan is daar de goal van Hermans. En dan is het 1-1. Verdiend. Die laatste minuten kwamen de kansen. Kijk hier. Van Lerbergen denkt, ik doe even mee. Probeert voorbij McKenzie te geraken. Net nog op het hoofd van Kuipers. Die legt hem goed. Dan neemt die bal over. Tempo bij Racing Genk. Peensel. Van Lerbergen voor de neus. Peensel heeft de steun van Heijnen. Peensel. Bongonda zoekt ruimte voor het schot. Bongonda scoort! En het staat 2-1. Hij staat nog geen handvol minuten tussen de lijnen. Maar deze invaller scoort en haalt zijn ramp. Want mocht vandaag niet starten, dan zet Racing Genk wel op voorsprong in de 80ste minuut. Sandy Walsh. Zo 2-1. KV Mechelen heeft nog 10 minuten om deze situatie recht te zetten. Maar voorlopig doet Racing Genk de beste zaak. Van Drongelen vindt dat hij wordt vastgenomen. Spanning troef op 6,5 minuut van het einde. Rob Schoofs achter de bal. Meteen op doel van de Vogt is gezien. Hij miskijkt zich compleet op die bal van Rob Schoofs. Verwachtte een voorzet. Maar het wordt een poging op doel. En zo is het in de 84ste minuut. 2-2. KV Mechelen dat meteen op zoek ging. Van de Vogt anticipeert op een voorzet, maar is dan gezien. En Schoofs, die had het ook gezien. En zo 2-2. Slim van Rob Schoofs. En hij zet KV Mechelen weer op gelijke hoogte. Ja, er zijn nog 5 minuten te gaan. Krijgen we een winnaar. Dit is wat verder voor Bongonda. Gok een kleine 30 meter. Bongonda met de vrije trap. Meteen op doel. En ook hij scoort. Ook hij verrast de doelman. Theo Bongonda zijn tweede doelpunt. 87ste minuut. Racing Genk weer op voorsprong. En dan gaat iedereen, behalve dat uitvak, helemaal uit zijn dak. Aan voor doel. Kleine 30 meter. Theo Bongonda bijna vanuit stand. Neemt hij Koeken te grazen. Die muur gaat open. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Even wijzen, even kijken naar buiten. Daar ga ik naar pasen. Om dan toch gewoon door die muur te trappen. Kuipers trapte in de schijnbeweging. Van Theo Bongonda. Ito gaat diep, gaat er naartoe. Junya Ito terugleggen. Daar is Peensel. Kopt hem tegen Walsh. Peensel nog steeds. Maakt het helemaal af. En zo 4-2. Geweldige pot voetbal. Hier in Genk. Het zat er zeker in voor KV Mechelen. En ze hadden het wellicht evenveel verdiend als Racing Genk. Maar moeten naar huis met een nederlaag.
En zo opent Racing Genk